Goedemorgen iedereen. Eerst en vooral wil ik een beetje uitleg geven hoe dat komt dat ik meer dan een week eigenlijk geen vlogs of geen video's meer opgenomen heb. Dat komt eigenlijk omdat ik een week lang in de lappenmand gelegen heb. En het is eigenlijk ook naar aanleiding daarvan en naar aanleiding van een vraag die een klant vanmorgen mij gesteld had. Of eigenlijk een vraag die regelmatig terugkomt. Niet alleen bij die ene klant van morgen, maar die eigenlijk vaak terugkomt. Dat ik met jullie toch eventjes nu snel ook een video wil delen. Ik ben vorige week... wat zijn we ondertussen? Zondag. Vorige week zaterdag was het eigenlijk in de namiddag begonnen. Voel ik, was ik plots van de ene moment op het andere moment eigenlijk echt hevig gekoord. En superziek, spierpijn. Eigenlijk zo wat het grieperige gevoel. Maar toen dat alleen maar erger werd en ik ook meer moest hoesten en keelpijn kreeg en vreselijke hoofdpijn. Het leek alsof dat mijn hoofd hier zo echt aan het uitbreiden was en aan het zou exploderen. Maar dat is gelukkig niet gebeurd. Nu, ik heb mij dan op zondag laten testen en dat was natuurlijk positief voor COVID, wat ik wel verwacht had. Er zijn heel veel zaken daar sindsdien gebeurd. In die zin zijn er vooral heel veel updates, heel veel nieuwe downloads met informatie gekomen. En ik ga proberen om dat op een wel gestructureerde manier ook met jullie te delen. Nu, een van de belangrijkste dingen dat ik ervaren heb, is dat... en dat is ook gelinkt aan de vraag die mensen mij vaak stellen van... Oké, als je in een laag trillende emotie zit, hè, bijvoorbeeld je bent verdrietig, je bent boos, en dan is vaak de boodschap, dat is ook iets waar Abraham Hicks bijvoorbeeld over spreekt, is dat je zo snel mogelijk ervoor zorgt dat je in die hoogtrillende energie terug terechtkomt. Want dat is van waaruit dat je dingen manifesteert. En je wil natuurlijk niet zaken die je nog meer boosheid en verdriet en zo opleveren. Maar hoe doe je dat? Dat is de reden daarvan. Wel... en dat is hetgeen wat ik ook vorige week, vorig weekend eigenlijk, op het moment dat ik mij het slechtste voelde, wat dat mij zo opgevallen was, was dat eigenlijk het moment waarop dat ik de diagnose, dus de uitslag van de test kreeg, waarop dat stond, je bent positief met en je moet je isoleren en al de restricties en de beperkingen, is dat hoe snel je jou slechter kan voelen door iets waar iemand anders beslist of gezegd heeft over jouw situatie. Nu in dit voorbeeld, en dat is een heel eenvoudig voorbeeld, want iedereen gaat er wel mee kunnen verbinden of het wel kunnen herkennen in stukken uit zijn eigen leven. Maar dat is het moment dat ik iedere keer sprak over van ik ben positief getest met of ik heb dat. En in het begin hoorde ik mezelf ook zeggen ik ben ziek door. Tot ik mezelf er eigenlijk op betrapte dat mij eigenlijk gewoon... zieker maakte. Ik voelde me er slechter door. Ik wou alleen maar gaan wenen. Ik voelde me verslagen. Ik voelde me zo machteloos. En ik had zoveel ideeën, want ik ging normaal gezien ook woensdag beginnen met een challenge die we gedurende 20 dagen gingen doen. En dan manifesteer ik eigenlijk als het ware die ziekte. Waarom? Wat zit erachter? Nu, een van de redenen was omdat ik inderdaad de laatste maanden en jaren heel veel gewerkt heb, heel veel gegeven heb. En die week eigenlijk ook nodig was om in overgave en in rust te gaan. Omdat ik dan mijn lichaam dan weer in staat was om nieuwe downloads te ontvangen. Nu, dat is één stukje. Het tweede wat er gebeurd was, was dat dus het feit dat iemand anders ooit besloten heeft om daar een COVID of coronavirus of naam wat dan ook aan te geven. Was dat iedere keer dat je dat uitspreekt of dat je zelf daarmee verbindt, verbind je eigenlijk ook met alle energieën die daarmee verbonden zijn. Zijnde alle angsten, alle negatieve achterliggende energieën die helemaal heel die pandemie te maken heeft. Wordt het eigenlijk weer verbonden met je eigen energie. Dus dat is logisch dat je dan natuurlijk weer zieker en slechter gaat gaan voelen. Dus ik heb besloten om dat niet meer te gaan zeggen. Ik heb de mensen ingelegd die het moesten weten. En van daaruit heb ik dat dan ook gestopt. Ik heb dat eigenlijk ook niet meer in de lippen, op mijn lippen genomen. Behalve nu om het uit te leggen aan jullie natuurlijk. En wat merkte ik? Is dat eigenlijk door gewoon anders te gaan spreken. En mezelf een ander verhaal te vertellen. Dat ik mij automatisch beter ging gaan voelen. Ik zeg dus ook nooit meer van ik ben ziek, want dat is een hele
vaste staat in die zin, dat is iets wat dat is, dat is een feit, dat kan je niet veranderen. Terwijl als je zegt van ik voel me ziek, dan kan je nadien ook zeggen van oké, ik voel me ziek en ik voel me elke dag een beetje beter. Ik voel me elke minuut beter en beter. Ik voel dat elke dag mijn energie krachtiger wordt. Ik voel dat elke dag mijn lichaam meer gezonder wordt. Ik voel dat elke dag dat, wat dat ook maar is, je snapt wat ik bedoel. Wanneer dat je het hebt over emoties, en uiteindelijk is dat geen waar dat gaat, en waar dat die vraag ook over ging. Wanneer dat je in die laagte van de emoties zit, dan heb je de kracht om via je gedachten die emotie te gaan veranderen. En inderdaad, als je je ziek en slecht en zwak voelt, dan is dat iets lastiger en iets moeilijker om je gedachten mee te veranderen. Maar daar, hier zit de kracht in. En dat is hetgeen wat ik deze week ook getest heb. Is dat wanneer dat jij jezelf dat andere verhaal gaat gaan vertellen, dan als bij wonder, en uiteindelijk, ja, het is geen wonder, dat is hoe dat werkt. Maar hoe snel dat je eigenlijk dan jouw eigen welzijn kan gaan positief gaan veranderen. Door op een positieve manier te gaan denken. Of door het open te laten. Door het op een progressieve manier erover te gaan spreken. Want elke dag kreeg ik wat berichtjes van hoe gaat het nu met jou? Hopelijk voel je beter. En dan zei ik, antwoord ik gewoon, ik voel me elke dag beter en beter. Want wat gebeurde er wanneer ik zeg van, ik voel me ziek en ik ben nog dit en ik heb nog daar last van. Dan de ander reageert met van, oh arme. En die bevestigt jou eigenlijk in die machteloosheid, in dat slachtofferstuk. Terwijl hij er net wil uitstappen. Dus je kracht is echt je manifestatiekracht. Het is echt de manier waarop je je realiteit gaat gaan vormgeven. En dat is ook de reden waarom dat Abraham Hicks zegt van, vertel jezelf een ander verhaal en lift jezelf op. Verhef jezelf uit die lachtrande emoties. Want van daaruit, vanuit het ziek blijven en vanuit het slachtoffer willen zijn en vanuit het niks doen, vanuit willen gediend worden, hè, dat is ook zoiets wat we heel snel zien gebeuren wanneer iemand zich ziek voelt of ziek verklaart als ziek is, hè. Dan kunnen we plots niets meer. Dan zijn we constant in dat slachtofferstuk. En dat is net het stuk wat dat maakt dat jouw ziekte langer duurt. Wat maakt het dat mensen met ongeneeslijke ziektes dan toch blijkbaar plots veranderen? Of plots genezen, volledig genezen? Dat ligt daar in jouw energie, in hoe dat je ermee omgaat, in welke overtuiging je erover hebt en wat dat mogelijk is. Ik heb natuurlijk ook samengewerkt met mijn tweelingvlam voor mij sneller weer energieker te voelen, want ik had ook twee kinderen nog om voor te zorgen natuurlijk. In de nacht van zaterdag op zondag, dus zaterdag was de koorts begonnen, heb ik me echt op de platter gezweet. En dat was ook het moment waarop dat mijn tweelingvlam healing naar mij toegestuurd had. En ik voelde constant die energie gewoon op en neer gaan, op en neer gaan. En dat, je kan dat ook hebben als je koorts hebt, dat je zo overal rillingen hebt. Maar het verschil was dat ik van binnen geen koude voelde. Dus wanneer je echt koorts hebt, dan voelt je lichaam super warm aan. Of heb je van binnen helemaal super, super koud. En nu, dit was helemaal anders. Die energie maakte mij echt super, super, super heet. Want ik zweette zo hard. En het zweet stond ook echt op mijn lichaam. En van de ene op de andere moment was dat gedaan. Was dat rustig? Was dat weg? En voelde ik ook dat de koorts weg was. En op dat moment hoorde ik van, Lindsay, je hebt jouw oude lichaam eigenlijk van je afgelegd. En toen begreep ik ook dat al diegene dingen waar ik doorheen hing, en daarom was ik ook benieuwd om te zien op welke manier dat de test ging uitlopen, en wat positief of negatief ging zijn, omdat hetgeen waar ik doorheen gegaan ben, ook heel veel te maken heeft met ascensieverschijnselen. Maar je fysieke lichaam die ook die nieuwe vorm mag aannemen. Want het fysieke is altijd het laatste. Het is het meest dichte, het meest dense. En dus ook iedere keer de laatste fase wanneer je naar een volgend level groeit. Naar een hogere frequentie groeit. En ik weet dat ik de afgelopen maanden ook weer veel nieuwe downloads, zeker met de veel hoge energieën die er weer zijn, weer heel veel lichtcodes geactiveerd heb en ontvangen heb om dan weer door te geven naar jullie. Maar natuurlijk moet mijn lichaam dan de juiste vorm aannemen als het ware om die hogere energie ook te kunnen verankeren hier op aarde. En dat is hetgeen wat er ook dit weekend weer gebeurd is. Dus ook daar zie je dat je hebt altijd de twee stukken. Hoe dat het lijkt in 3D en hoe dat we vanuit wat we kennen en geleerd hebben en wetenschappen wat dan ook zegt wat dat is. Of wat dat eigenlijk het hogere plaatje is, omdat er eigenlijk meer gaande is.
Dat is, wat ik zeker ook wil meegeven, ik heb ook gewerkt met de universele vlammen, wat ik dus ook aan iedereen leer die met mij samenwerkt, zowel in 1-op-1 trajecten als in het groepstraject zelfrealisatie. Ik ga me eventjes ruimen, want ik kreeg rugpijn om zo schuin te kijken. Omdat dat is een manier waarop dat je verantwoordelijkheid neemt over je leven, over je gezondheid. Want dat is vaak het stuk waar we nog in twijfelen. Zeker als het gaat over fysieke ongemakken, dan gaan we nog heel snel teruggrijpen, zeker in het begin, naar wat dat dokters vertellen over ons of wat dat wij nodig hebben. Ik heb niks van medicatie genomen. Ik heb mijn lichaam ondersteund met aromatherapie en homeopathische middelen. Om mijn, en ook om mijn weerstand te boosten, zoals Echinacea, bijvoorbeeld vitamine B12 heb ik bijgenomen. omdat dat mijn lichaam hielp om van binnenuit weer aan te sterken. Want virussen, die zijn er ook niet zomaar. Die zijn er om dingen af te breken, om dingen los te laten. En als je gewoon kijkt ook wat er in de natuur gebeurt, hè, met de laatste week van de hele koude temperaturen en de harde wind en de regen, dat is er ook allemaal om die laatste restjes die er zijn, om die allemaal los te laten. Zodanig dat, want als je goed kijkt in de natuur, is die al krokusjes, sneeuwklokjes, vroege planten die eigenlijk al in de knop staan, die beginnen te bloeien. Dus dat is gewoon het teken dat niet alleen de energie, maar dat de natuur ook weer klaar is om te gaan bloeien. En dat ben jij ook. Maar daarom kan je niet je oude versie van jezelf meenemen. Je wil niet in jouw gekwetste, gebroken stukken in je nieuwe leven stappen. Nee, je moet dingen loslaten. En wanneer je dingen loslaat, en dat is vaak ook zo, bijvoorbeeld, heel voorbeeld, een makkelijk voorbeeld daarvan is van, als jij in jouw kleerkasten bijvoorbeeld geen ruimte hebt en geen plaats hebt voor een partner om zijn of haar spullen daar te leggen, hoe denk je dan dat je een signaal uitstuurt naar het universum? Er is geen ruimte, letterlijk geen ruimte voor die persoon in je leven. Dus dat zijn allemaal stukken dat belangrijk zijn om over na te denken en om echt die lente schoonmaak te doen, niet alleen in je fysieke, niet alleen in je huis, maar ook in je emoties, in je energie en vooral hier in je gedachten. En als je dat niet alleen kan, want dat is een hele lastige, merk ik bij al mijn klanten, omdat we vaak onszelf nog zo saboteren in de dingen dat we denken dat moet gaan. Zelfs merk ik op Instagram ook bij mensen die al super succesvol zijn, die dingen zeggen. En dan hoor ik hen dingen zeggen van, ja, maar ja, dat kan niet gaan, want dit en dat en dat. En dan denk ik van, ja, maar dat is alleen maar jouw overtuiging. En als dat jouw overtuiging is, ja, guess what? Dan is dat hetgeen wat jij gaat manifesteren. Een ander voorbeeld is de nachten waren voor mij altijd het lastigste, zeker in het begin dat ik ziek was, dus begin van vorige week. Omdat door neer te liggen en dan kwam er ook veel meer slijm, werd ik ook veel vaker wakker om dat op te hoesten. Tot op een bepaald moment dat ik voelde van nee, dat is eigenlijk stom dat ik daar niet eerder aan gedacht heb. Heb ik ook gewoon hulp gevraagd en zei van kijk, help me zodanig dat ik ook een goede diepe nachtrust heb. Want dat helpt mijn lichaam ook weer in het herstelproces. In het weer krachtiger, sterker worden. En sinds die nacht slaap ik gewoon supergoed. Ik ga misschien wel 1 of 2 keer hoesten, maar niet meer echt van die harde hoestbuien waarbij dat je soms geen adem krijgt doordat je constant moet dat slijm ophoesten. Dus dat zijn allemaal stukken hoe, om als voorbeeld dat ik wil aangeven hoe krachtig dat wij zijn als mens. Alleen hebben we het nooit geleerd, we zijn nooit gewoon. Maar ook hier vertrouwen. Vertrouwen in jezelf. Want we spreken altijd over zelfliefde en zo, maar als jij jezelf niet vertrouwt en je kracht niet vertrouwt, ja, dan geef je eigenlijk ook dat stukje niet aan jezelf, die zelfliefde niet aan jezelf. Want vertrouwen, zowel in relaties, maar ook in de relatie naar jezelf toe, is nu nog eenmaal een van de grootste bewijzen van liefde, van onvoorwaardelijke liefde. Dus dat gezegd zijnde hoop ik dat jullie er weer het een en het ander uithalen. Ik ben ervan overtuigd dat de komende dagen ook weer veel meer nog downloads zich gaan vormgeven in video's, in blogs of hoe dat en waar ik toe geleid word. De challenge gaat niet door, maar ik speel wel met het idee om een workshop te geven, een gratis workshop.
rond het thema ritme van je ziel. Wat daar concreet in mag komen is nog niet helemaal duidelijk. Dat ben ik nog allemaal aan het ontvangen. En dat ga ik waarschijnlijk misschien doen op het einde van februari. Naar gelang dat ik ertoe gestuurd of geleid word. Maar ik ga jullie zeker hier op de hoogte houden. Dan ga ik ook een linkje, als dat inderdaad zo gaat doorgaan. Misschien dat ik het op 22 februari ga doen. In de avond, want dan zijn de meeste mensen ook thuis. Zodanig dat je hier dan gewoon live op YouTube kan meevolgen. Of misschien doe ik het dan via Zoom, dat weet ik nog allemaal niet. Dan ga ik wel zien hoe of wat. En hoe het beste werkt. Het meest eenvoudige is altijd het beste. Dus niet te veel nadenken. Oh, dat wil ik ook nog geven. Ben jij zelf een lichtwerker of een spiritueel werker of hoe je het ook wil noemen, of een healer? En je wil echt leren hoe dat je jouw onderneming op een efficiënte, moeiteloze manier neerzet vanuit je hogere energieën. Door met je mannelijke en vrouwelijke energie te werken, door je seksuele energie en alchemie eigenlijk, vanuit die alchemie te gaan werken. Geef mij een seintje, stuur mij een berichtje. Want ik ben erover aan het nadenken om maximum nog 3 mensen toe te laten aan het jaartraject De Spirituele Ondernemer Onthuld. Maar aan de helft van de prijs. Dus het jaartraject zal starten vanaf mei, officieel starten vanaf mei. En komt neer op €11.888. Dus heel veel waarde en heel veel dingen. Eigenlijk alles wat ik zelf geleerd heb. Ik werk ook samen met Judith, Judith Bierhuizen. Zij is ook mijn go-to, mijn side chick, of hoe noem je dat, wanneer dat gaat over mijn al die technische stukken. Dus zij is eigenlijk, wanneer dat gaat in mijn onderneming, de mannelijke structuur van het vormgevend aanbieden en zo. En ik ben dan eigenlijk die vrouwelijke energie. En wij zijn ook bezig aan het voelen en te kijken op welke manier dat we ook op die manier kunnen samenwerken voor jullie. Zodanig dat je echt vanuit afstemming jouw bedrijf kan neerzetten. Het bedrijf dat voor jou werkt, die jouw lifestyle echt gaat gaan ondersteunen. En dat jij geen slaaf bent van je bedrijf. Dus als je daar interesse voor hebt en je wilt weten hoe of wat. Ik ben aan het denken, ja, dus de pagina erover staat al online op mijn website. Dus daar kan je gaan kijken. Je kan ook al gaan inschrijven, maar dan is het natuurlijk aan de volle prijs. Maar als je interesse hebt om bij het kleine groepje van... ik heb al 2 mensen eigenlijk die nu al op die manier bezig zijn. Mensen die waarmee ik al meer dan een jaar samenwerken rond hun persoonlijke groei. En dat gaan we nu ook verder zetten in hun bedrijf, in de spirituele onderneming. Wat ik super tof en super leuk vind. Ik wil nog 3 mensen op die manier toelaten. Dus als je interesse daarvoor hebt, stuur mij zeker... Ik hoor het in het Engels zeggen, send me. Stuur mij zeker een bericht via de contactpagina van mijn website. Of als je mijn mail hebt, mag je mij ook gewoon zo mailen. En dan kijken we of dat je er inderdaad klaar voor bent om op die manier al mee in te vliegen. Want dan gaan we onmiddellijk ook van start. No time to waste. Geen tijd te verliezen. Want het is echt belangrijk dat we met zoveel mogelijk mensen op die nieuwe manier bedrijven neerzetten. Omdat we op die manier ook van dienst zijn voor de anderen, voor de rest van het collectief. Want die massale ontwaking is gaande, is bezig. Dat is ook de reden waarom dat ze mij stilgezet hebben en op stop gezet hebben. Ik ging net ietsje te snel. En ik moest eigenlijk ook dringend weer wat bijkomen, wat energie opdoen. Zodat ik natuurlijk weer klaar ben om weer te gaan boomen en bloeien. Samen met jullie en al mijn andere leuke, fantastische mensen die in al de verschillende trajecten zitten. Of in de cursussen en trainingen volgen. Het is echt... ook heel veel... misschien heb je dat zelf ook gemerkt. In de laatste week ook heel veel opruimen in het spreken van waarheid. En het delen van waarheid. Dus dat is ook de reden waarom je hoort dat mijn stem nog wel zo brokkelt. Omdat ook daar een hele grote upgrade gebeurd is. Dus hou je vast naar de takken van de bomen. Want wie weet wat er nog zal komen. Dus ook daar, allemaal leuke dingen. En ik zou zeggen, hou dit kanaal in de gaten. Je kan me ook volgen op Instagram. Daar ben ik ook redelijk actief. Maar ook daar ook weer alleen maar als ik ertoe geleid word. En ik zie dat ik ondertussen al bijna 20 minuten aan het babbelen ben. Ik ging een korte video opnemen. Oeps, mislukt, sorry.
Nu, in ieder geval, ik hoop dat ik echt jou weer een aantal inzichten heb mogen brengen vandaag op deze koude zaterdag, maar zonnige morgen. Heb je vragen rond tweelingvlammen? Want dat ga ik nu meer en meer ook nog meer gaan delen, want ik merk dat nodig is dat er echt meer inzichten komen rond de relaties en zeker rond die tweeling- en zielsconnecties. Maar ook daar zijn er nog zoveel oude templates en oude dingen, dingen die mogen veranderen. Dus dat ga ik ook delen, stap voor stap, beetje per beetje, op een duidelijke, hapbare, hapklare, dus hele korte stukken, hier, niet te lang duren, niet te veel. Ik ben aan het kijken, want mijn dochter was een paard trainen en ik zie dat ze klaar is. Dus ook klaar, tijd om deze video af te ronden. Nu, als er dus dingen zijn waar je tegenaan loopt, dat je wel meer wil over weten, waar je niet goed begrijpt vanuit... Of dat je wil weten van hoe bekeken ze dat vanuit het hogere bewustzijn. Wel, stuur me een berichtje of antwoord op een video. En dan kijk ik of dat ik gewoon in een antwoord, in een bericht kan antwoorden. Of een video. Of ja, we zien dat wel. Zo, dat was het voor nu. Vergeet niet te abonneren, want zo help ik nog meer mensen te bereiken. Geef een likeje als je dit leuk vond. Of niet, maakt niet uit. Hallo. En dan zie ik jou in een andere video. Daaah!